Ik ben 36 jaar oud, geboren getogen in Amsterdam. Half Turks, half Indonesisch. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. En ook LHBTQIA+ activist. Voor de mensen die dat misschien wat prettiger vinden, om wat meer te kunnen begrijpen in de context waar we het over hebben, ben ik lesbisch. Lesbisch-achtig. Sorry, lesbisch-achtig is twijfeling hoor. Vind je? Ja, je moet niet zeggen, oh ik ben lesbisch-achtig. En dan die mensen gaan denken, ja wat bedoel je daarmee lesbisch-achtig? Ja, maar dat is leuk, dan kunnen ze nadenken. Dit is mijn moeder. Hallo. Stel jezelf maar voor. Ik heet Diana, ik ben de moeder van Dunne. Ik ben 66 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Indonesië. Ik ben christelijk opgevoed. En ik was 13 toen ik naar Nederland kwam. Dus mijn hobby is breien, thuis blijven, af en toe wandelen naar buiten. Het was thuis niet zo dat homo's zijn niet mocht of zo. Mijn moeder die had... Ja, het had altijd wel contact met de homoburen hè, in de straat en zo, met die mannen. En ook ja, met de apotheker en zo. Die woonde ook met zijn partner boven de apotheek. Dus het was niet van oh, het mag absoluut niet. Maar ergens wist ik ook wel van, oh... Ik ben eigenlijk erachter gekomen al heel lang. Wat bedoel je dat heel lang? Heel lang. Ik zag het toen ze nog erg jong was. Oh? Nou, maar kon je me niet eerder vertellen dan? Nee, dat heb ik wel verteld. Dat heb ik wel verteld. Nee, ik bedoel, kon je me dan niet zeggen toen je het zag? Van, hé, schat. Nee, maar kijk. Dan had ik niet zo lang gewacht, joh. Nou, dankjewel. Toen die tijd kan ik dat gewoon niet zeggen. Dat is voor mezelf. Want ik ga zelf denken en ook kijken. Ze gaat er zelf achter komen. Toen op middelbare school... wat betreft meisjes, dat ik wel zoiets van ja, ik wist wel dat ik wat langer naar de meiden keek en dat ik bepaalde dingen mooi vond bij een meisje. En soms zag ik dat ook in mezelf, weet je, ook nee, dat, maar alleen ik kon er niks mee. En op mijn 15e had ik het met een goede vriendin van me besproken. Dat was toen een van mijn beste vriendinnetjes. En zei ik zo van ja, ik weet niet hoor, met meisjes en zo. En zij had dat ook en toen hadden we afgesproken, nou, dat we het gewoon gaan proberen. En dat ging gepaard met drank, om het een beetje wat relaxed te laten lopen. Maar ik kan me nog herinneren dat het echt een hele coole ervaring was. En ik dacht van ja, dat is het gewoon. Maar ja, verder kon ik daar niks mee. Omdat zij had toch een ander gevoel bij van ja, ik vind jongens toch leuker. En toen heb ik het gelaten, heel lang. Op mijn 29e ben ik zeg maar, weet toch, een soort van... coming out, van dat mensen opeens wisten van oké. Okay. Nou, zij... Maar dat was op mijn 29e. Dat ik moet tussen breken. Kijk, zij heeft zelf niet verteld. Ik heb van klopt, haar ex... Mijn ex. Dus tegelijkertijd van haar ex-man relatie heb ik beëindigd. En het was tegelijkertijd de reden... Maar ik was op weg naar huis. En toen werd ik gebeld door de telefoon. Want ik wist het dat er een strobbeling was tussen haar en haar ex-man. Een tante van mij wist het. Vriendinnen van mij... Eén vriendin die... Nou, nu in ieder geval, de hele familie, om kort te behouden. De hele familie weet daarvan. Ja. Want één broer van mij, die heb in het begin niet geaccepteerd. Hij zegt, dat kan niet in de geloof, vooral voor de moslim, dit en dat. Maar ja, ik heb gewoon gezegd, ik zeg, luister. Ik zeg, laat de geloof te buiten. Ik zeg, want dat is tenslotte de zaken van God met haar. Als je dat moet gaan nou, dat zien. Zeg je heel mooi, ja? Man. En kijk, wie ben ik als moeder zelf om haar te beoordelen? Wat is dat gevoel? Kan je dat gevoel omschrijven? Of het idee omschrijven wat het betekent? Omdat je dus voor een deel, als we even volgens de grote massa, hè, het is niet hoe wij denken, nee. Hoe jij en ik denken, maar dat je eigenlijk voor sommige mensen dus niet naar God luistert, maar dat je gewoon voor je kind gaat. Terwijl God zegt van wat jouw kind doet is niet goed. Maar toch steun je mij. Zou dat betekenen dat de liefde van een ouder en kind of van een ouder naar een kind toe onvoorwaardelijker is en sterker is aanwezig dan dat iemand zou kunnen hebben voor God? Dus stel als ik een kind zou hebben, dan zou mijn gevoel, denk ik, mijn connectie met mijn kind sterker zijn dan dat ik met God ooit misschien zou kunnen hebben of wel of niet? Wat betekent dat? Nou, wat is dat? Ik weet zeker dat God dat niet wil zeggen, je mag je kind niet steunen. Maar ik weet zeker dat God tegen ons zegt, steun je kind in alle tijden. Dat durf ik wel met mijn handen op vuur te zetten. Ja? Kijk, alleen is
een mens kan veranderen. En die verandering komt niet van hem. De verandering komt van een mens zelf. Maar ik zeg gewoon eerlijk. Ik zeg, straks ben ik er niet. Dan weet ik toch ook niet verder wat mijn kinderen gaan doen. En wat mijn kleinkinderen. Misschien een van mijn kleinkinderen die kan ook straks een... daar heb je alweer, moet ik weer zeggen. Dat ze homo worden. Of de, mijn kleindochter kan misschien lesbisch zijn. Wie ben ik? Vertel eens over de eerste keer dat je meeging naar de... Oh, dat weet ik niet eens. Nee, weet je nog, toen ging je naar de nieuwjaarsreceptie van COC. Je ging er mee. Toen had ik je voor het eerst meegenomen. Ja, en toen ik had daar, ik jou kennis laten maken met allemaal mensen en zo. En ja, klopt. Daar hebben ze meegenomen. Maar ja, ik kan nooit die woord zeggen. COC. En toen ik binnenkwam, toen zag ik ineens echt mooie mensen, leuke mensen. Ik denk, wauw, dit is echt leuk en gezellig. Ik kreeg zelf tranen in mijn ogen toen ik het zag. Toen zag ik echt, ja, ik kijk graag naar mannen. Meiden ook natuurlijk, maar meiden... Liepen hele mooie mannen rond. Ja, nu snap ik al, nu snap ik al. Ook een toen van de gaat zij keren. Tegen mij zeggen, waar die persoon is. Mam, hij is homo. Toen was ik een beetje boos op haar. Ik zei tegen haar, hallo, dat hoef je niet te zeggen dat hij homo is. Maakt niet uit, homo of niet homo, maar ik vind hem een mooie man. Nou, ik was blij dat ik met warme handen en warme gezichten, met liefde, dat ik opgevangen werd. En ik voel gewoon dat het gezegend zijn. En dat was voor mij belangrijk. Het zal heel fijn zijn als alle ouders ook zo omgaan met de kinderen. Maar ja, alle ouders is niet dezelfde als ik, hoe ik ben. Hmm. Dat zal heel raar zijn als, als iedereen dezelfde karakter heeft. Kijk, en dit moet alle ouders... Tenminste, ik zeg moet dan. Moet alle ouders proberen de kinderen accepteren, respecteren. Nummer 1 belangrijk is luisteren wat ze zeggen. Het maakt in principe niet uit. De wereld is groot. En de wereld vergaat niet. De mensen gaan vergaan, niet de wereld. En daarom accepteer ik mijn dochter hoe ze is en wie ze is. En ik ben heel blij met mijn dochter. En ik ben... En dat weet ze, en jullie mogen dat weten. Sorry, dat prikt nou een beetje. Ik ben heel trots op haar. Want ze doet heel veel voor mij. Hmm. Ze mag doen wat ze wil, alleen ja, één ding met bepaalde dingen. Ze is een volwassene vrouw. Ik zeg alleen tegen haar, wees voorzichtig. Doe geen gekke dingen. Wat doe je met gekke dingen? Nou, van alles en want ik ben wel een beetje gek, ja. Nou, goed dat je het zelf zegt. De woorden komen uit jouw mond, niet uit mama's mond.